staat dan de wedstrijd tegen Almere City op het programma. Een directe concurrent. Wat is Almere voor een team? Ze hebben ons 4-0 verslagen daar. Ik denk dat het wel 6-0 kon zijn. De eerste helft was niks aan de hand. Maar de tweede helft hebben ze toegeslagen. Eerst met die linker middenvelder, afstandsschot. En later ook met die linksbuiten, Aggenach. Die bij Ajax na een 5-0 achterstand aanzet en het wordt 5-3. Dus ze hebben heel veel individuele klassen. Het is na Jong Ajax is het de ploeg met de meeste doelpunten voor. Is dat een kwaliteit van hen? Het is zeker een kwaliteit. Dat hebben wij zelf ondervonden. Dus wat dat betreft moeten we sowieso die 4-0 nederlaag wegpoetsen. Wat heb je van die wedstrijd geleerd? Dat we veel te weinig individuele klassen hadden. Dat is eigenlijk pas gekomen toen Kannepul terugkwam, Vloed en allemaal. Toen waren we meer in balans. Wat ga je anders doen morgen in de thuiswedstrijd tegen Almere City? Nou, we gaan geen dingen anders doen. Zoals je ziet zijn we steeds sterker aan het worden. De Graafschap hebben een half uur hun mes op de keel gezet, 2-0 voor. In Volendam een uur lang, 1-0 geleid. En tegen de laatste wedstrijd hier, tegen RKC, ja, toen hadden we een mazzel met die penalty, waardoor je de 2-0 had. Toen was de wedstrijd ook gespeeld, maar toen hebben we zeker de eerste helft het RKC heel moeilijk gemaakt. Maar het is wel grappig nu. Je moet de fans ook een beetje vertellen over de filosofie. We willen iedere tegenstander het mes op de keel zetten. 90 minuten lang. En zover zijn we nog niet. Maar je moet het steeds langer volhouden. Maar het scorend vermogen moet op een moment als er ergens op een goed moment ontstaan. Net als tegen NAC. Dan zijn we minder kwetsbaar en anders blijft het krap. Allemaal een keer terug in de selectie. Carl de Silva is afgehaakt met een blessure. Verder is iedereen fit toch? Sebastian de Wilde is niet 100%. Kyle de Silva heeft een ontstoken teen. Nou, Leonardo, dat verhaal ken je. We zitten te wachten. Maar voor de rest heb ik een luxe probleem. Ik moet er zelfs twee op de tribune zetten.